Verzekeren is heel erg belangrijk. Maar wat nu als je altijd alleen maar elke maand je verzekeringspremie betaalt en nooit een schade claimt? Nou, ik zit dus in die situatie dat ik altijd alleen maar betaal. En dus ben ik ook altijd op zoek om te kijken of ik toevallig ergens. Minder kan betalen. En in die zoektocht kwam ik DEC tegen. DEC is een nieuwe Nederlandse verzekeraar die zich vooral richt op de grotere schades en daardoor juist de kosten, de premies laag kan houden. En voor mij zorgt er dus voor dat ik veel geld kan besparen iedere maand. Hoeveel ik precies kan besparen, hoe het werkt en hoe jij kan uitrekenen hoeveel geld jij misschien wel niet kan besparen, krijg je in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Elke week maak ik twee video's op dit kanaal, die vooral gaan over beleggen, maar ook zeker, dus zoals deze video over geld besparen. En in de toekomst ook meer video's over geld verdienen of passief inkomen. Dus wil je meer video's zien over deze onderwerpen, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Klik hieronder even op abonneren. Klik op het bel-icoontje, zodat je altijd weer een melding krijgt als er een nieuwe video online staat. En in deze video gaan we dus kijken naar verzekeringen. En verzekeringen zijn er voor de dingen die heel veel geld kosten om het te repareren of om het te vervangen. Kosten die je dus eigenlijk zelf niet kunt dragen. Daar zou je een verzekering voor moeten afsluiten. Dat is in ieder geval altijd de gedachte geweest. En denk hierbij dan bijvoorbeeld wanneer er een brand is. Wanneer je een ongeluk hebt of medische kosten misschien maakt tijdens je reis in het buitenland. En dus eigenlijk de kosten die buiten je buffer vallen. De buffer die ik altijd aanraad van minstens 6 maanden aan onkosten. De bedragen die daar buiten vallen. Dus wanneer je huis afbrandt dan heb je met 6 maanden buffer niet genoeg. Dan heb je veel meer geld nodig. Dat soort dingen wil je graag verzekeren, maar wat je tegenwoordig vaak ziet is dat er heel veel kleine dingen verzekerd worden. Denk aan telefoons of misschien zelfs wel zonnebrillen. En juist daarom zijn mensen, misschien zoals jij of ik, die weinig claims doen, maar juist wel elke maand premie betalen, die worden daar benadeeld. Want 90% van de fraude wordt gepleegd ten eerste op kleine claims en 75% van de claims die er zijn, zijn op bedragen onder de 1000 euro. Dus jij of ik betalen dus meer premie omdat er mensen zijn die heel veel kleine schades claimen of juist fraude plegen. Want aangezien je dit kanaal volgt, ben je waarschijnlijk bezig om een vermogen op te bouwen. Je hebt een buffer voor dit soort dingen, zodat je dingen niet hoeft te verzekeren. Je bent voorzichtig op je spullen. Je weet wat ze waard zijn en wat het kost om het opnieuw te moeten verdienen. En bovenal ben je ook gewoon eerlijk. Dus je gaat alleen claimen als er echt iets is. En vaak die kleine bedragen claim je niet omdat het ook een eigen risico heeft, je verdient er weinig mee, je bent er misschien heel veel tijd mee bezig, dus dat soort dingen laat je liggen. En juist daardoor ben jij en ik, dus diegenen die betalen voor de kleine schades en de fraude die door andere mensen wordt gepleegd. En dat is eigenlijk ook het hele idee van dek. Dek speelt hier juist op in op behoeftes of frustratie van mensen zoals jij en ik. En ze hebben dan ook een paar simpele regels of spelregels om fraude of kleine schades uit te sluiten. Zo hebben ze alleen verzekeringen voor zaken die veel geld kosten en denk je bij aan de autoverzekering. Inboedelverzekering, de opstalverzekering en een doorlopende reisverzekering. Ze vergoeden schades vanaf 1000 euro en dit voorkomt dus eigenlijk alle kleine schadeclaims, zoals die zonnebril. Want zoals gezegd, die zonnebril wordt vaak genoemd in onderzoeken als heel veel kleine claims en veel fraude wordt erop gepleegd. Daarnaast betalen ze het vaak niet uit, maar ze zorgen ervoor dat het vervangen wordt. Ze keren dus geen geld uit, maar zorgen dat een product bijvoorbeeld gerepareerd wordt. Of wanneer mogelijk vervangen wordt. En als dat allemaal niet mogelijk is, juist dan pas keren ze geld uit. Maar juist dit voorkomt fraude. Want mensen die fraude willen plegen, zijn uit op het geld. Die zijn niet uit op een reparatie. Want het product was in de eerste instantie al niet kapot. Dus die groep sluit je op die manier al uit. En ze richten zich eigenlijk op een alles in één verzekering. Zoveel mogelijk verzekeringen onderbrengen onder één adres. Dat is natuurlijk voor hun interessant. Want ze hebben maar één klant die heel veel. Ja, verzekering dus onderbrengt bij hun. Maar vaak voor de klant is het ook interessant. Je hebt maar één polis, één aanspreekpunt. Je kunt alles op één plek regelen. En in ruil daarvoor krijg jij waarschijnlijk dus een korting. Zeker ook als je per jaar betaalt, krijg je extra korting. En als ik vervolgens bij DEC ga kijken, zie ik dat ik eigenlijk 48% te veel betaal op dit moment. Met de verzekeringen die ik nu dus heb. Dus ik heb mijn gegevens ingevuld bij DEC en de verzekeringen zocht die bij mij passen. En ze bieden me deze aan voor een premie van 938 euro per jaar. En als je gaat kijken naar de drie. De top 3 concurrenten, zeg maar, begint het bij 1430 euro. Nou, bij mij is het iets minder. Maar ik ben natuurlijk ook vaak bezig geweest om te kijken of ik toevallig niet ergens een goedkopere premie kan halen. Laten we dan even gaan kijken wat ik voor die 938 euro per jaar verzekerd heb. Ik heb geen opstalverzekering, want dat zit al, eh, aangezien ik in een appartement zit, in de VVE-betaling elke maand. Daar zit in die servicekosten al een opstalverzekering. Wat ik wel heb, is dus een aansprakelijkheidsverzekering. Een reisverzekering, die je eventueel ook eruit kunt halen als dat niet van jou van toepassing is. Een inboedelverzekering. En je hebt vervolgens ook de keuze tussen 500, 750 of 1000 euro eigen risico. En het verschil daarvoor voor dit pakket hierboven is dat het in de eerste instantie 228 euro per jaar kost. Bij 750 euro eigen risico daalt dit naar 193 euro. En bij 1000 euro eigen risico daalt dit naar 158 euro. En zo kun je dus eigenlijk 70 euro per jaar besparen wanneer je je eigen risico verhoogt met 500 euro. Dus kijk even welk eigen risico bij je past en welke maatlasten daarbij horen. En of dat het, ja, het waard is voor jou, zeg maar, wat het beste bij je past. Vervolgens kijken we naar de autoverzekering. Ik betaal nu 494 euro per jaar. Daar is het 474 euro, oftewel 20 euro goedkoper. Dat is niet zo'n heel groot verschil. Zeker op jaarbasis twee tientjes is niet zoveel. Maar juist als ik dan een tweede auto toevoeg, de auto van mijn vriendin, die betaalt op dit moment 588 euro per jaar en die zou bij DEC 330 euro gaan betalen. Oftewel daar is juist een besparing van 250 euro per jaar. Dus waar ik twee tientjes per jaar bespaart, bespaart zij meer dan twee tientjes per maand op haar autoverzekering. En als we dan even al mijn verzekeringen langs elkaar zetten in de huidige situatie of bij DEC, dan zien we bijvoorbeeld aansprakelijkheidsverzekering, zeg maar 5,5 euro nu. Een inboedelverzekering waarbij nu 50.000 euro vergoed wordt voor net geen 11 euro per maand. Een doorlopende reisverzekering van 9,04 euro. Zoals gezegd, autoverzekering voor mij 41 euro en voor mijn vriendin 49 euro. En dat komt op 115,77 euro per maand uit. Nou, bij DEC zetten de bovenste drie verzekeringen in dat ene pakket voor 13,18 euro. Zoals gezegd, mijn autoverzekering scheelt niet heel veel, 39,5 euro per maand. Maar die van mijn vriendin daalt juist naar 25,44 euro per maand. En daardoor betalen we bij DEC. 78,15 euro en 15 cent per maand. Nu betalen we 1390 euro per jaar voor alle verzekeringen. En bij DEC zou dat 938 euro per jaar zijn, oftewel een besparing van 452 euro per jaar. Wat er weer op neerkomt dat ik op dit moment eigenlijk 48% te veel betaal. Want het zou dus een stuk goedkoper kunnen bij DEK. Voor mij en mijn vriendin is er dus best wel een grote besparing mogelijk. En als ik zeker iets dat ik de komende tijd even ga uitzoeken. Ondertussen, even de polisvoorwaarden gaan doorlezen. En ik zie op internet reacties van mensen die misschien een paar tientjes per jaar goedkoper uit zijn. Tot mensen die gewoon de helft kunnen besparen. Dus het is zeker de moeite om hierna te gaan kijken. Dus ik zou zeggen: bereken ook jouw premie. Ga even naar de website van DEC. En kijk hoe het in jouw situatie gaat. Welke premie ze jou aanbieden. En een link naar DEC zal ik trouwens onder deze video plaatsen. Zodat je meteen op de juiste pagina terechtkomt. Zoals gezegd, biedt DEC de meeste verzekeringen wel aan. Vooral juist verzekeringen die vaak om wat hoger bedragen. Gegaan, daar richten ze zijn eigen op en juist door alles op één plek onder te brengen. In dit geval bij DEK kun je vaak premievoordeel halen. Ten eerste hebben ze sowieso al een lage premie en zeker wanneer je per jaar betaalt kun je nog eens 2,5% extra korting krijgen. En behalve eventueel minder betalen is het natuurlijk gewoon heel erg makkelijk dat je bij één verzekeraar zit, dat je één polis hebt, dat alles bij elkaar zit. Kijk ook naar het eigen risico, want daar richt DEC zich natuurlijk op. Mensen die een hoger eigen risico aankunnen, ja, mensen zoals jij en ik, die bezig zijn met een buffer opbouwen, aan zijn vermogen werken, kunnen dit vaak doen. Is het misschien ook wel de moeite waard, net zoals bij een zorgverzekering, om je eigen risico omhoog te zetten, zodat je maandelijkse lasten omlaag gaan. Maar kijk even wat de besparing is elke maand en of dat opweegt tegen het risico. Het extra risico wat je daarmee zou hebben, dat is een beetje natuurlijk een persoonlijke afweging. En zoals altijd, kijk ook bij verzekeringen naar wat wordt er gedekt, hoe zijn de polisvoorwaarden, zijn dat misschien verschillen in bedragen, of zijn er helemaal dingen die nu juist wel verzekerd zijn en in andere gevallen niet, of juist andersom. Dus kijk niet alleen naar wat er verzekerd wordt, maar ook voor welk bedrag dingen verzekerd worden. En ik hoop dat je op deze manier wat extra geld kan besparen elke maand. Geld dat je dan, wat je daarmee bespaart, kun je wel misschien weer gebruiken om te gaan beleggen, om te werken aan jouw toekomst, waar je misschien wel financieel onafhankelijk wordt. Juist die kleine beetjes die elke maand terugkomen, kunnen ervoor zorgen dat je veel geld kunt ja, verdienen eigenlijk op de lange termijn. Dat is juist een reden waarom ik deze video ook maak. En zoals gezegd, wil je nou bij DECK gaan kijken, kijk wat je misschien wel kan besparen, onder deze video vind je een link naar DECK. En heb je misschien al ervaring met DEC? Of heb je net die berekening gedaan? Ik ben ook erg benieuwd naar... Nou hoe jouw ervaring is, wat je kunt besparen, laat dat in ieder geval weten in reacties onder deze video. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze video, natuurlijk weer bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video, geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik dat je het leuk en interessant vond, maar het is ook goed voor YouTube dat meer mensen deze video te zien krijgen. Heb je nog vragen of opmerkingen, misschien ook wel tips om trendverzekeringen, laat ze zeker in de reacties onder deze video achter. En wil je meer van dit soort video's zien, zoals gezegd maak ik elke week twee video's, die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje dat je altijd weer een melding krijgt als er een nieuwe video online staat. En zie ik je graag in de volgende video terug.